Ga je mee op reis door de tijd om een kristallen activatie te ontvangen? Dat gaan we doen in de Kristallen Tempel in het Gouden Atlantis. Hallo en welkom, stralende ziel. Welkom bij de reis terug naar jezelf met Pleiades Lichtweer. Deze keer gaan we een kristallenactivatie doen. En dit is iets wat de gidsen echt tegen mij zeiden. Dit is belangrijk nu op dit moment. Dus dan gaan we volgen. Ja, ik heb altijd een aantal meditaties die we zouden kunnen gaan doen, aangedragen door jullie, de lezers van mijn nieuwsbrief. En ja, dan voel ik zo in op dat moment welke naar voren komt. En dit is degene waarvan zeiden, ja, kristallen, het werken met kristallen is zo belangrijk op dit moment. En dan, het is niet zo dat je die kristallen ook daadwerkelijk zo vast hoeft te houden of bij je moet hebben. Al kan dat soms echt wel helpen. Maar het gaat erover dat je je kunt verbinden met de frequentie van die kristallen. En waarom is dat zo belangrijk op dit moment? Kristallen bevatten frequenties, galactische informatie, bepaalde engelfrequenties of wat het dan ook is voor dat bepaalde kristal. Maar dat bevat het. Alsof het een soort energiefrequentie is die bevroren is. En die daardoor, doordat het zo bevroren is in dat kristal, vastgehouden wordt in dat kristal, maakt het die frequentie voelbaar hier op aarde. Of dat geeft ons makkelijker toegang tot die bepaalde frequenties. Het is als het ware een verbinding tussen die frequenties en de aarde. Het verbindt ook met het aardesterrenkristal. Wat al die frequenties in zich heeft ook. Dus al die frequenties van die verschillende kristallen. En alle galactische en engelen en natuurwezens, informatie in zich draagt. En over alle portalen en zo. Dat wordt ook allemaal gedragen door het aardesterrenkristal. En daarom is het ook dat je met een kristal heel makkelijk of makkelijker kunt verbinden met de aarde. En dat hangt er natuurlijk vanaf wat voor kristal het is. Er zijn ook kristallen die je meteen met de kosmos verbinden en waar die jouw energie helemaal openen daarvoor. Dus dat je soms het gevoel kan hebben dat je helemaal uit je lichaam gezogen wordt. En er zijn kristallen die juist je frequenties helemaal afstemmen op de aarde, op de het lichthart van moeder aarde, om zo maar te zeggen. Dus, en die halen je energie juist helemaal in je lijf. En dat is eigenlijk de essentie ook van kristallen, wat ze doen. Ze openen onze energievelden voor frequenties, of ze sluiten onze energievelden juist voor bepaalde frequenties. Hè? Dus daarom kan een bepaald kristal helende energieën bevatten voor jou of voor een ander. Omdat het jouw energievelden opent voor die helende frequentie, zodat die helende frequentie naar binnen kan en het werk kan doen. En soms kan het helpen ook om juist jouw energievelden te sluiten voor bepaalde frequenties die je niet bij je wil hebben. Dat is heel in het kort hoe het werkt met kristallen. En
ik ben helemaal niet een kristallen persoon, dus daarom ja, vind ik het eigenlijk ook wel heel interessant om dit onderwerp zo hier te bespreken, omdat ik ja, weer allerlei nieuwe informatie krijg op, dit, op deze manier. Goed. Ja, laten we gewoon lekker gaan mediteren. Wat we gaan doen is, we gaan naar een prachtige kristaltempel in het Gouden Atlantis. Nou, daar hadden ze heel veel tempels die ja, gewijd waren aan kristallen, aan de kracht en de frequentie in die kristallen. En je kon daar naartoe ook om dus ja, die frequentie van dat bepaalde kristal helemaal te ondergaan. En helemaal, dus dat het kristal je hielp om jouw energievelden te openen voor die frequentie. En dus kan het gebruikt worden, of kon het gebruikt worden als een soort van initiatie op een mystery pad. En of het kon ook gebruikt worden als heling. Dus we gaan naar zo'n kristaltempel. En het zal voor iedereen anders zijn wat voor kristal het is. En als je even niet weet wat voor kristal er zou moeten zijn voor jou, maakt niet uit, de gidsen helpen jou. Het zijn de Pleiadiërs die met ons meegaan. Dus het kristal wat voor jou bestemd is, wat goed is voor jou op dit moment, wordt ja, vanzelf aan je geopenbaard. En als je iemand bent die toch van tevoren graag een bepaalde frequentie van een kristal zou willen ontvangen, kan je die intentie natuurlijk van tevoren zetten. Ja, als je zo voelt van, oh, ik wil graag naar de roze kwarts, dan zet je, dan vraag je aan de gidsen als ze jou begeleiden om naar die tempel te gaan. En voor de rest zal het vanzelf aan je openbaren. Als je even helemaal niet weet hoe, wie, wat, waar, ik geef je een paar mogelijkheden nu, zodat je alvast kunt voelen van welke tempel het zou kunnen zijn. En dit zijn maar een paar voorbeelden. Het kan echt veel hele andere ja, tempels en andere kristallen kan het zijn. Dus bijvoorbeeld robijn, een amethyst, diamant, bergkristal, rozenkwarts, jade, saffieren, smaragden. Oeh, alleen al als ik het, die woorden zo uitspreek en dan komen die beelden van die kristallen dan ja, naar voren en dan voel ik die frequentie al. Maar goed, laten we gewoon het ervaren. Dus zorg dat je lekker zit, lekker ligt, even een kwartiertje voor jezelf kunt nemen. Terwijl jij je installeert, neem ik nog even een kopje thee of een paar slokken thee, hoor. Niet de hele kop. Zo. En dan gaan we beginnen. Zoals altijd beginnen we met ademen. Adem een paar keer diep in. En diep uit. En nog een keer adem in. En adem uit. Nog één keer adem in. En adem uit. Grond jezelf op de manier die jij kent. De Pleiadisch lichtwerkmanier. Laat je een grondingskoord naar beneden zakken. Helemaal naar het aardesterrenkristal. Of als je een andere methode hebt, dan gebruik je die. En heb je nog geen eigen methode, dan adem je naar je voetzolen en naar je stuitje.
En vanuit je voetzolen en je stuitje verschijnen wortelen. En die wortels schieten de aarde in. Diep, diep de aarde in. En welke methode je ook gebruikt. Adem via jouw gronding, aarde-energie in. Via de wortels, via je grondingskoord. Via je gronding adem je die aarde-energie naar binnen en je vult je hele lichaam met aarde-energie. Dan roep ik de Pleiadische afgezanten van het licht aan. En ik vraag hen om bij ons te komen. En onze ruimtes te vullen met hun licht, liefde, energie en bescherming. Ik vraag om al onze energetische ruimtes met elkaar te verbinden, zodat we ons met z'n allen in één grote energetische ruimte bevinden. Ik roep aartsengel Michael van licht en liefde aan en ik vraag hem onze energetische ruimte te verzegelen met het zwaard van waarheid. En ik zet de intentie neer dat we deze meditatie zullen gebruiken voor onze persoonlijke groei. En om de wereld een stukje beter te maken. Het zij zo, het zij zo, het zij zo. Ik roep de Hoge Raad van Licht en Liefde van de Dolfijnsterrentempel aan. En ik vraag hen onze energetische ruimte te transformeren in een heilige dolfijn sterrentempelruimte. Ik vraag de kristallijne pilaren om onze ruimte heen te plaatsen en een verbinding te maken met het kristallijne aarderooster. Pleiadische, Syrische, Andromedaanse afgezanten van licht en liefde. Ik vraag om boven en beneden onze aura's en boven en beneden onze tempelruimte de volgende lichtkegels te plaatsen. De interdimensionale, de evolutionaire, de intergalactische en de aardelichtkegels. Ik vraag onze hoger zelven om voor ons te komen staan. Neem een moment om je te verbinden met deze schitterende energie voor je. Als je bekend bent met Pleiadisch lichtwerk, dan is dit het moment om je hoger zelfverbindingen neer te zetten. En als je niet weet hoe dat moet, dan vraag je aan je hoger zelf om je hart helemaal te vullen met hoger zelfenergie. En vanuit je hart een verbinding te maken naar boven, door de dimensies heen, naar het huis van je hoger zelf. En vanuit je hart helemaal naar beneden, door alle aardelagen heen. Naar het lichthart van Moeder Aarde. Het aardesterrenkristal. En voel je verbinding helemaal door de dimensies heen. Helemaal door je lichaam heen. Door de aarde heen.
als een verticale as. En dan vraag ik aan de Pleiadische afgezanten van het licht om bij ons te komen en in een cirkel om ons heen te gaan staan, om een ieder van ons individueel. En je krijgt op zijn minst 3 Pleiadische gidsen om je heen. En voel de energie, de liefde. En ze plaatsen jou in een gouden bubbel, een gouden lichtbal. Die jouw frequentie aanpast. Die jou voorbereidt op je reis. Door tijd en ruimte. Naar de kristallen tempel. Die bij jou past op dit moment. En als jij een bepaalde voorkeur hebt voor een bepaald kristal, is dit het moment om dat aan te geven. Voor je verschijnt een gouden pad. En de Pleiadische afgezanten van het licht, jouw Pleiadische gidsen, nemen je mee over dat pad. En aan het eind van het pad is een schitterende tempel. Het straalt, het schijnt, het weerkaatst het licht. Het is de bron van het licht wat je ziet. Het is de bron van het pad waarop je hier bent gekomen. Er zijn traptreden. Je klimt langzaam de trap op om de kristallen tempel te kunnen betreden. Met elke stap verhoogt je frequentie een klein beetje. Neem de tijd om deze trap op te lopen. En aan het eind van de trap word je opgewacht door een priester, priesteres, lichtwezen van deze tempel. Wordt hartelijk ontvangen en meegenomen naar een ruimte waarin een heel groot kristal is. Dit kristal straalt het licht, de frequentie uit die jij nodig hebt op dit moment.
deze ruimte staat er iets van een stoel, een bed, een plek voor jou om te zijn. We nemen een paar minuten om deze heling te ontvangen. Laat los wat er losgelaten mag worden. En ontvang wat je mag ontvangen. Jouw energie raakt steeds meer afgestemd op dit kristal, deze frequentie. En hoe meer je afgestemd raakt, hoe meer energie je kunt waarnemen. Misschien zie je wel de deva's die verbonden zijn met deze kristallen, met deze frequentie. Misschien zie je wel de lichtwezens die hiermee verbonden zijn. Of hoor je de tonen die hierbij horen. Wat het ook is, een van de deva's, de lichtwezens, de tonen, of wat jij ervaart. Ontvang een geschenk. Iets wat jou helpt in het proces waar je op dit moment mee bezig bent, waar je in zit. En je geeft ook iets terug. Misschien is het liefde, een toon, dankbaarheid, respect of een belofte om straks in de natuur een soort offer te brengen.
bloemen ergens neer te leggen. Wat het ook is. Liefde. Dankbaarheid. Verbinding. Geef jouw geschenk. Rond af waar je mee bezig bent. En we gaan uit deze kamer, uit deze ruimte. Terug naar die trappen. We dalen af. We lopen terug over dat pad, dat gouden pad. Terug naar onze eigen ruimte, onze eigen tijd. Met de Pleiadische gidsen die jou hier begeleiden. Je voelt je lichaam, je ademt een keer in je lichaam. Nog helemaal gevuld. Met de frequentie van het kristal. En vanuit je hart laat je een lichtstraal stromen van jouw liefde op deze kristallen frequentie. Naar het midden van onze ruimte samen en al onze hartelichten komen samen. Al deze verschillende kristallen, energieën en verschillende harten komen samen. En vormen één prachtig grote bal van kristallen hartenenergie. In alle kleuren, alle frequenties door elkaar. En het wordt groter en groter. Totdat we ons helemaal in deze kristallenbal bevinden. En ik tel zo tot 3. En als ik aangekomen ben bij 3... sturen we deze kristallenbal via de kristallijne pilaren naar het kristallijne aarderooster. En vanuit daar zal het naar alle kristallen aderen op deze aarde stromen om heling te brengen, liefde, dankbaarheid te brengen. Voor al het werk wat ze doen voor ons in dankbaarheid. Dus voel die bubbel, die bal om ons heen. Van al die energie. Eén. Twee. Drie. En het gaat naar de kristallijne pilaren, naar het kristallijne aarderooster en naar alle kristallen op deze aarde. Dankjewel voor al je services, de ondersteuning.
en dank je wel. En het spijt ons voor de wreedheden die er soms gebeuren om deze kristallen uit de grond te halen. Dank je wel. En je ademt nog een keer diep in naar je hart. En weer uit. En dan bedanken we al onze prachtige gidsen van licht en liefde. Dank jullie wel. En al de fantastische wezens die erbij waren. Pleiadische, Sirius, Andromedaanse, afgezanten van licht en liefde. Ons hoger zelf, Aartsengel Michael, hoge raad van de Dolfijnsterrentempel, dank jullie wel. En ik vraag om al onze energetische structuren te verwijderen. Zodat we ons allemaal weer in onze eigen ruimte bevinden. En adem je in en beweeg je langzaam. Dankjewel, dat was echt zo ontzettend mooi. Wauw, laat me weten hieronder wat jij ervan vond. En voordat ik afsluit, is er nog één ding wat ze toch wilde dat ik nog even zei. Wat ik nog even moet zeggen, sorry. Het zit nog helemaal in die energie. Maar goed. Het is belangrijk als je kristallen koopt, als je daarmee werkt, dat ze zo ethisch mogelijk uit de grond zijn gehaald. En dat kwam ineens zo naar boven. Van, zeiden ze nee, dat ik dat in ieder geval nog een keertje zo hieruit moet spreken. Dat het ook daar, dat de mens soms ja, gewoon voor eigen gewin de kristallen zelfs vernietigt om maar tot de delfstof eigenlijk bijna te komen. Dus zorg ervoor dat als je met kristallen werkt, dat ze ethisch behandeld zijn. Niet alleen maar de mensen, ook de kristallen zelf. Goed. Breek over. En laat me weten wat je ervan vond. En geef deze video een like. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En te delen met anderen. Tot de volgende keer. Dag, stralende ziel.